Waarom zeggen veel dominees, je kunt niet uit jezelf bekeerd willen worden? Maar ik heb dit verlangen wel. Dus ik ga er even vanuit dat de vraag stellen, heeft wel het verlangen om bekeerd te worden. Dus nog een keertje, waarom zeggen veel dominees, je kunt niet uit jezelf bekeerd willen worden? Hè? Dus, maar dit verlangen heb ik wel, ja. Om bekeerd te willen worden. Ja, daar hoor ik ook bij, hè? Bij die dominees, want ik heb het vanavond ook gezegd. Het was een zin die rolde eruit. Ik ga me niet verontschuldigen, hoor. Ik blijf staan voor de woorden die ik heb gezegd. Maar het was een beetje een vreemde zin. Je kunt niet uit jezelf bekeerd willen worden. Ja. Maar let er altijd op. Wat is de context waarin dingen worden gezegd? Als jij inderdaad in jouw leven ervaart, er is een hartelijk verlangen om te doen wat God van mij vraagt, wees daar alsjeblieft blij om. Dan moet je niet die uitspraak van mij opvatten als zijnde, oh, nou moet ik dus waarschijnlijk gaan twijfelen. Want een echt kenmerk is dat ik het niet kan willen en wil kunnen, zeg maar. Zo zei ik het, ja. Dat heb ik nog nooit zo gezegd. Maar ik meen het wel. Ik denk dat het ook verhelderend is voor degene die zich er juist wel in herkennen. Dat was de context waarin ik je aansprak. Dat jij ervaart, het gaat niet. Ik probeer het wel. De oerreformatorische vraag, we weten allemaal wel hoe het zit, maar hoe het moet, geloven. Ja, maar wat is geloven? Een zekere weten. Ja, maar het is niet alleen verstandskennis. Nee, dat wisten we ook al. En ja, je moet ook wel vertrouwen. Ja, maar het is geen kwestie van gevoel. Nee, het is geloof. En dan zijn we weer terug bij wat het was en waar we geen duidelijkheid over hebben. Daarom is het zo belangrijk dat als jij hoort, ook in de boodschap van een dominee, welke dominee dan ook, dat je hoort dat je het zelf niet kunt, dat is een boodschap voor degene die vastlopen met het zelf te proberen, zonder te begrijpen wat genade is. Maar als jij hebt geleerd wat genade is, namelijk dat ook als je het niet kunt, dat je niet kunt geloven, dat je niet één dag zonder zonde kunt zijn, al probeer je het. En al heb je het één dag geprobeerd en de volgende dag struikel je weer. Dat God die hand reikt en zegt, in Christus en om Jezus wil, bied ik jou de zaligheid aan. En dat je met lege handen de Heer Jezus aanneemt. Dus als jij het verlangen wel hebt, zie in die woorden die ik sprak geen correctie. Maar ik denk dat je ook weet van een periode in je leven dat je heel zeker wist, ik wil gewoon niet.